Het is de wedstrijd tussen de trainers Gert Kruis van de Graafschap, ex-Cambuur en Den Bosch, en de nieuwe trainer Lutsen Nijboer van Harkemase Boys. Dat in het begin brutaal uit de startblokken komt, hoewel dit wel een hele optimistische poging is van Lutsen Hogenberg. Harkemase Boys komt heel aardig in de wedstrijd, maar daarbij moet gewoon zijn worden dat de Graafschap in vissend te leeg tempo spelen. Hoewel dit een goede uitbraak is, maar de hoekskop komt van de forten van Kamaru Oostveen. We binnen dan een lietske tierke onderwijs. En bij de tweede peel een mooie kopbal, maar de redding van Anton Elzinga. Het is eigenlijk wel een teleurstelling dat de wedstrijd net op de Vijverberg spelen waard, maar op het veld van derde klasse VV Doetinchem. In de 22e minuut op een ei een hoekschop voor de Graafschap. En het uitverdieringen is heel aardig van Harkemase Boys. Tony Albeda komt in balbezit. Albeda weet wel zelfs ook wel wat betellen voetbal is. En dan komt de bal bij Sander Hartman. Op een ronde van boetenspul, maar het vie het denk ik net. Maar ja, het bleef nog altijd 0-0. En dat is knap van Harkemase Boys. Dit uitverdieringen is wat minder. En zo vlak voor het skoft krijgt de Graafschap dan nog een hele aardige kans. Is in Treimon van Harkemase Boys, McCoy wat in de waai. Het schot van Patrick Ax, ex-NEC, maar Anton Elzinga bleef achterin de zaken onder controle houden. En dan steert het nog altijd 0-0. 20 minuten spelen tweede helft en dan eindelijk dan de 1-0 van de Graafschap. Patrick Ax, hij scoort. De Graafschap in de tweede helft met een extra onvaller in het veld en het tempo die ek omheeg. En dan wordt in één keer het verschil heel gauw duidelijk. Komt Harkemase Boys er eigenlijk net meer onder pas en is het wachtzien op meer doelpunten. 4 minuten later komt dan het tweede doelpunt. Richard Haklander, het talent bij de Graafschap. Hij scoorde 2-0 en dan weet ik Lutsen Nijboer dat de wedstrijd spelen is. En dan nog 10 minuten. De vrije trap van Gerry de Graaf op een holle van Richard Haklander. Zijn tweede goal. Anton Elzinga volslijn kansleers. In de allerlaatste seconde van de wedstrijd komt de Graafschap dan ook nog op 4-0. Mooi onvoltrouwd midden. Verdierenis, ze stieren er net neer. En zij scoort Gerry de Graaf de vierde goal. De Graafschap maakt er pas na het skoft het verschil. Dat is gewoon dat we ja, heel kwart in training binnen nog maar. We zijn correct voor mij 8 training, 4 en 1 wedstrijdje. En de shows gewoon dat de Graafschap is voor mij al 6 weken bezig. Nou, de shows dus dat conditioneel best gewoon even minder.